In het leefgebied van de haas leven ook veel weidevogels, zoals de kieviet, de scholekster en de gutto. En ook de ooievaar voelt zich er uitstekend thuis. De ooievaar is een cultuurvolger. Op plaatsen waar mensen bossen kappen voor landbouw, polders droogmaken, verschijnt de ooievaar. Hij houdt van een drassig schoon landschap waar voldoende te eten is. Polders zijn ideaal, want dankzij al het water is er veel geschikt voedsel, zoals kikkers en padden, insecten, muizen en jonge weidevogels. Ook stekelbaarsjes en jonge haasjes staan op zijn menu. Door de opkomst van de industrie en door het gebruik van gif in de landbouw verdween de ooievaar bijna overal in Europa. Maar dankzij beschermingsmaatregelen is de ooievaar weer terug in ons land. Hij komt hier in de zomer om te broeden. Als je ze hoort klepperen, weet je dat er een paartje is en misschien ook jongen zijn. De ooievaar is een trekvogel. Aan het einde van de zomer trekt hij weer weg. Hij vliegt dan naar Zuid-Europa of zelfs naar Afrika. Ooievaars kunnen heel erg goed vliegen. Ze maken slim gebruik van warme lucht die opstijgt. Op die luchtstroom cirkelen ze langzaam naar grote hoogte. Daarna zweven ze heel langzaam omlaag. Zo leggen ze enorme afstanden af. Wanneer de ooievaar vertrekt, komen er ook weer vogels voor in de plaats. Onze delta ligt op de trekroute van allerlei soorten. Sommigen komen hier om te overwinteren, zoals de rotgans en de kleine zwaan. Anderen komen rusten en eten voordat ze weer verder trekken. Behalve trekvogels zie je in de delta ook heel veel standvogels. Die blijven het hele jaar door. Zij broeden en overwinteren bij ons.